Goedemorgen, zondag. Laatste dag van Jumping Maassluis. En gisteravond is er een feest geweest tot laat. Dat betekent dat er vandaag alles eerst opgeruimd wordt. En dan gaan we weer verder met het springen. Ja, wordt er weer gesprongen. Alles moet weer op zijn plek gezet worden. Zoals je ziet is er nog heel veel wat op zijn plek moet. En ook in de vroege ochtend op zondag zijn de springwedstrijden alweer in volle gang. Ze zijn weer hoog begonnen. Ze zitten nu in het set. En bouwen rustig omlaag. Vandaag alleen nog de paarden die rijden. En de ponies die zijn dus klaar. Dus ik zeg op naar weer een mooie dag vol spring. Plezier! Jumping is voorbij. Alles moet nu weer opgeruimd worden en naar zijn oorspronkelijke staat teruggebracht worden. Heel veel opruimwerkzaamheden waar weer heel veel mensen mee bezig zijn. Zowel gewoon van de manege als allerlei vrijwilligers. Dus nu weer voor gezorgd dat het een fantastische jumping was. Ik kan niet anders zeggen. Onwijs geluk gehad met weer. Het was heerlijk. De feesttent is zo goed als afgebroken. De discobal is weer weg. Het podium is ook bijna weg. De olijfboompjes gaan weer terug naar waar ze vandaan komen, denk ik zomaar. En de kidsclub die daar was, staan alleen de tafels er nog. Daar. En hier is het parcours. Die staat er nog wel, maar ook die zal afgebroken gaan worden en opgeruimd. Het Ruinenweiland is gewoon het Ruinenweiland weer. Behalve dan Koos. Koos is een manege pony die altijd graag in dit weiland zijn grasjes eet in plaats van bij de rest van de ponies. Alle kampeerders zijn weer weg. De parkeerplaats voor de trailers is ook zo goed als leeg. Dus morgen is het weer een veulenweiland. Dus ook hier is alles weg. Het parcours staat er nog, maar ook dat zal opgeruimd worden en afgebroken. En dan kunnen we gaan terugkijken op een fantastische jumping. Het waren fantastische 5 dagen. Ik denk dat iedereen heel moe is. En lekker naar zijn bed gaat. De weekvlog van afgelopen week heb ik wel wat stukjes. Dus die zal ik bij de volgende weekvlog stoppen. Dus die wordt dan iets langer. En woensdag gaat ons normale programma gewoon weer draaien. Dus waarschijnlijk gaat Tessa gewoon live. Zaterdag weer een weekvlog. En zondag weer gewoon een video. Dus ik zie jullie heel graag bij een volgende video. Doeg!